Een lampje, een weerstand, die twee dingen hebben we nu gehad. Maar een normaal elektronische schakeling zit bomvol met ook andere componenten. Daar gaan we deze keer eens wat nader naar kijken. We beginnen met een schijnbaar normale weerstand. 6 volt, 60 mA, dus de weerstand is 6 gedeeld door 0,06 is 100 ohm. Maar wat gebeurt er als we nu deze weerstand gaan verwarmen? Dan zul je zien dat de stroomsterkte een derde wordt, van 60 naar 20 mA. Dus is de weerstand 3 keer zo hoog geworden. We hebben hier te maken met een temperatuursgevoelige weerstand. En deze temperatuursgevoelige weerstand die heeft als eigenschap dat bij een hogere temperatuur ook de weerstand hoger wordt. En we noemen dat een positieve temperatuurscoëfficiënt. Bijna alle metalen hebben een positieve temperatuurscoëfficiënt. Eigenlijk de enige uitzondering is constantaan. Constantaan die is ideaal eigenlijk voor het maken van weerstanden, want die blijft bij verschillende temperaturen dezelfde weerstandswaarde houden. Er zijn wel andere materialen, bijvoorbeeld grafiet, silicium, germanium, en die hebben een andere eigenschap, namelijk als daar de temperatuur stijgt, dan wordt de weerstand juist lager. We noemen dat een negatieve temperatuurscoëfficiënt. Het symbool voor een temperatuursgevoelige weerstand is de weerstand zelf en dan zo'n streepje doorheen met een minnetje of een plusje. Minnetje, dan is het een NTC, een plusje, dan is het een PTC. Je kunt hier natuurlijk gaan meten met diverse temperaturen welke weerstand erbij hoort. En bij een NTC hoort dus zoiets, een oplopende temperatuur, dan zie je dus dat de weerstand naar beneden gaat. En dat kun je in een grafiek zetten. En zo'n grafiek, dat wordt een eikdiagram genoemd. Dus bij een NTC of een PTC hoort een eikdiagram. En bij zo'n eikdiagram kun je dan de temperatuur aflezen. Dus stel je voor, je meet dat de weerstand 600 ohm is. Dan kijk je in het eikdiagram en dan zie je van, hey, dan moet dus de temperatuur hier ongeveer 7 graden onder nul zijn. Je krijgt zo een elektronische thermometer. De volgende component. Ook hier weer een weerstand, 500 ohm, maar als je hem nu gaat beschijnen, er komt licht op, dan zal de weerstand afnemen naar 100 ohm. We noemen dit dus een lichtgevoelige weerstand, oftewel een LDR, een Light Dependent Resistor. Je hebt hier maar één soort van, namelijk als er licht op schijnt, dan daalt de weerstand. Je hebt dus niet een weerstand die andersom is, dat die met licht meer weerstand geeft. Dus een LDR, een lichtgevoelige weerstand, en de weerstand die neemt af als er meer licht op schijnt. Hier is een symbool voor de LDR. Ja, je hebt een weerstand en daar schijnt licht op. Je komt ook zoiets wel tegen. Dit is voldoende om deze te tekenen. Als je zoiets tegenkomt, dan betekent dat de LDR is afgeschermd tegen licht van de buitenwereld. Dus je krijgt hier alleen maar licht erop die je daadwerkelijk erop schijnt. En LDR die ziet er ongeveer zo uit zoals hij hier staat beschreven. Zo kan hij dus worden gesoldeerd op een elektronisch schakelbord. Dit is het symbool voor een heel apart component. Want hierbij kun je een stroom doorheen laten gaan. Nou, die stroom gaat gewoon er doorheen. Maar als je op wilt laten stromen, dan lukt het niet. Dit is dus een component. En die component ziet er in het echt zo uit. Ja, en het streepje, daar komt dus overeen met deze streep zo. Deze component heeft dus de eigenschap dat hij maar in één richting de stroom door laat gaan. Dit is een diode. De diode is in feite een ventiel voor de elektriciteit. Ja, hij laat de stroom maar naar één kant door. De ene kant een lage weerstand en de andere kant juist een hele hoge weerstand. Hier heb je een toepassing. Wat denk je? Welk lampje zal gaan branden hier? Nou, ik heb hier een
spanningsbron. En de plus is de linkerkant, min is die kant. Dus er gaat een stroom lopen naar links toe en bij rechts komt hij weer door. En die stroom gaat natuurlijk door de hele schakeling heen. Dus je gaat die kant proberen op te lopen, maar je ziet bij die diode zal de stroom niet kunnen gaan lopen, want die diode staat zo in sperrichting. Hij spert de stroom, hij laat hem niet door. En dus zal het rode lampje gaan branden. Je kunt dus hiermee checken van hey, wat is de plus- en minkant van de batterij. Andersom, ja, als je plus en min omdraait, dan gaat het groene lampje branden. Een diode en lampje kun je ook samen nemen. Een diode die tegelijk ook een lampje is, dat noemen we een LED. Een LED-lamp is dus in feite een diode die gaat branden als er een stroom doorheen gaat. Dat is ontzettend handig, want een LED gaat bijna niet stuk, heeft een lange levensduur dus, en hij geeft weinig warmte af vergeleken met een normale gloeilamp. Dus hij heeft een hoog rendement. LED ziet er behoorlijk ingewikkeld uit als je hem intern zou bekijken. Je hoeft deze ding niet allemaal te kennen hoor, maar ik wil er wel even op wijzen. Dus er zit geen gloeidraad in of zoiets. Het is echt een heel ander principe dan een gloeilamp. Hier zie je een toepassing van een LED-licht. Die kun je gewoon in je huiskamerspot doen. Ook in de auto-industrie wordt steeds meer gebruik gemaakt van LED-lichten. Tegenwoordig ieder achterlicht bij een auto wordt met LED-lichten gedaan. En ook in de belichtingstechniek wordt steeds meer gebruik gemaakt van LED's vanwege de energiezuinigheid. En geen warmte betekent dus dat het ook gewoon veiliger is met het werken daarmee. Dit is een weerstand die je handmatig kunt instellen. Dus niet met temperatuur of met licht. Nee, gewoon eraan draaien en dan krijg je verschillende weerstandswaarden. Het symbool, je kunt twee verschillende symbolen tegenkomen. Het linker symbool die heeft drie aansluitingen. En maakt dus gebruik van alle drie aansluitingen van die variabele weerstand. En het andere die heeft twee aansluitingen. En die gebruikt de middelste weerstand en een van de twee uiterste aansluitingen. In plaats van draaien kun je ook een variabele weerstand krijgen die je kunt schuiven. En het wordt bijvoorbeeld gebruikt in een mengpaneel. En je ziet hier inderdaad zowel schuif als draai variabele weerstanden. Bekijk even de werking een beetje in detail. Stel je voor, ik heb hier mijn variabele weerstand en ik zet er een ohmmeter overheen. En ik zet de ohmmeter aan beide uiterste aansluitpunten van de variabele weerstand. En zoals je nu wat aangesloten, heeft hij 100 ohm. Dan maakt het niks uit of je nu eraan draait, want omdat ik de twee uiterste standen heb, maakt het dus totaal niks uit welke stand die derde aansluiting heeft. Hij blijft gewoon 100 ohm. Het blijft een normale weerstand. Anders is het als ik de ohmmeter op deze manier aansluit. Hij staat nu precies in het midden. Dat betekent dus dat hij 50 ohm is. En als ik hem nu naar links toe beweeg, dan zie je dus dat hij afneemt tot helemaal bij 0 ohm. Ja, de weerstand tussen deze twee aansluitingen is nu 0 ohm. En de andere kant op, ja, dan gaat hij dus helemaal naar 100 ohm. Dus hij kan hier echt variëren van 0 tot 100 ohm. Maar als tekening in symbool zul je altijd het pijltje in het midden aantreffen. De symbolen pijltje altijd in het midden. Even een voorbeeldje. Stel je voor een lampje, 6 volt en 1,5 watt. En die ga je aansluiten op een voeding van 24 volt. Dus het lampje moet 6 volt krijgen en de voeding is 24 volt. Dan zet je er een variabele weerstand tussen. En die kun je dus zo afregelen dat het lampje precies 6 volt krijgt. De vraag is nou van ja, hoe groot moet nou deze weerstand zijn om inderdaad hier 6 volt voor te krijgen? Probeer het eerst eens zelf. Dus hoe groot is de weerstand die er moet komen om de lamp 6 volt te krijgen? Oké, we gaan even bekijken.
Het eerste wat doe, de gegevens. Het lampje, 6 volt, 1,5 watt. Die twee kan ik straks gebruiken om de stroomsterkte ermee te berekenen. De voeding, 24 volt. En het gaat over de variabele weerstand. Die variabele weerstand, die kan ik in feite in tweeën splitsen. Kijk, op deze manier. Kijk, je hebt alleen maar te maken natuurlijk met de werking hiervan bij dit stukje. Nou, dit stukje doet niet mee. Nee, alleen dit stukje, dat moet ik berekenen. Hoe groot is de weerstand van dit stukje? Oké, hoe bereken je weerstand? Nou, de wet van Ohm. Weerstand is U gedeeld door I. Dus U van AC gedeeld door de stroomsterkte AC. De spanning over AC, hoe groot moet die zijn? Nou, ik heb een 24 volts spanningsbron. 6 volt moet het lampje krijgen. Dus dan hou ik nog 18 volt over. En die moet dus over die AC staan. Dus 24 min 6 is 18 volt. Hoe groot moet de stroomsterkte door dat stukje zijn? Nou, de stroomsterkte door AC, dat is natuurlijk hetzelfde als de stroomsterkte door de lamp. En de stroomsterkte door de lamp, want ze staan in serie, kan ik berekenen, want ik weet het vermogen en ik weet de spanning. En vermogen P is U maal I, dus I is P gedeeld door U. En ik kom op 1/4 ampère. Gecombineerd kan ik berekenen dat ik de weerstand zo moet instellen dat die 72 ohm is. En dan zal de lamp keurig netjes branden op de spanningsbron van 24 volt. Oké, tenslotte. Je hebt een mobieltje. En die moet worden opgeladen. 5 volt zijn de meeste mobieltjes. En je hebt thuis natuurlijk niet 5 volt, maar je hebt 230 volt. Nou, dat betekent dus dat die 230 volt moet worden omgevormd naar 5 volt. En daarvoor heb je zo'n apparaatje ertussen. En dat apparaatje, dat is de transformator. Een adapter wordt ook wel genoemd, maar in adapter zit een transformator. En die transformeert de 230 volt naar een willekeurig ander voltage. En kan omlaag, maar het zou eventueel ook nog omhoog kunnen. Daar komen we in een andere paragraaf tegen. Zo'n transformator die kan dus de spanning naar beneden doen, maar ook omhoog. Maar de spanning wordt hoger, maar je kunt niet zomaar iets winnen. Nee, als je spanning wint, dan zul je dat verliezen in de stroomsterkte. Spanning en stroomsterkte samen vormt precies vermogen. En dat is dus het vermogen blijft bij een transformator gelijk. Althans, als er geen verlies is. En we zeggen van vermogen blijft gelijk bij een ideale transformator, maar een transformator wordt altijd een beetje warm en zal dus altijd een beetje energie verliezen. Een iPad wordt opgeladen. Een iPad-lader die heeft een vermogen van 10 watt. Dus hij geeft 10 watt richting de iPad. Een iPad die is net als een standaard telefoon gewoon 5 volt. En de transformator, de adapter, die krijgt natuurlijk 230 volt via het stroomnet aangeboden. Hoe groot zijn nu de stroomsterktes die de iPad ontvangt en die de netspanning afgeeft? Zul je het eerst even zelf doen, dus druk even op pauze voordat je verder kijkt. Goed, we beginnen eerst aan de iPad kant. Ik weet het vermogen, ik weet de spanning, dus ik kan de stroomsterkte berekenen met vermogen gedeeld door spanning. Immers P is U keer I, weet je nog? Dus 10 gedeeld door 5 en ik kom op 2 ampère. Dat is nou een behoorlijk aantal, 2 ampère, die dus wordt gebruikt om je iPad op te laden. Nu aan de kant van stopcontact. Ik weet daar de spanning, maar weet ik nog andere dingen om de stroomsterkte te berekenen? Jawel, want als ik vanuit ga dat de oplader ideaal is, dat de transformator ideaal is, dan weet ik
dat aan die kant het vermogen ook 10 watt is. En dus kan ik ook hier de stroomsterkte berekenen en die kom ik dan op 0,043 ampère. Je ziet inderdaad de spanning. Die gaat van 230 omlaag naar 5 volt. Dus de spanning gaat omlaag, maar de stroomsterkte die gaat van 0,043 omhoog naar 2. Wat er verloren gaat aan spanning, win je er met de stroomsterkte weer bij. En vermogen, 10 watt, dat blijft gelijk. Het was weer spannend genoeg. Tot ziens.